Hoi allemaal! Vandaag is het weer tijd voor mijn favorieten van de afgelopen maand, van januari dus. En het zijn er dit keer niet zoveel. Ik heb natuurlijk niet zoveel nieuwe dingen gekocht de afgelopen tijd. Want een beetje aan huis geketend door Niels, die je misschien op de achtergrond hoort. Hij ligt nu te slapen, maar je weet het nooit. Ik moet zeggen dat ik wel inmiddels weer wat geshopt heb. Maar niet heel veel make-up, dus ja... Het zijn niet veel favorieten, maar het zijn wel hele fijne favorieten. En er zit ook een gouden ouwe bij. Als eerste mijn nieuwste aanwinsten. En dat zijn deze twee Cream Crush Lost in Color Eyeshadows van Kiko. We hebben sinds kort in Utrecht in Kiko. En daar moest ik natuurlijk even in. Het was echt mega druk toen ik er was. En er werd een potje foundation, een medewerker liet een potje foundation vallen. En dat belandde compleet op een schoen van een meisje. Echt zo'n, nou, het was, waren Nike schoenen ook echt er helemaal in. En het was een groot drama. Dus het was een beetje lastig om mijn weg te vinden. Ik zocht een bepaalde contour stick, die kon ik niet vinden. Maar ik heb wel een aantal leuke producten. Waaronder dus deze twee. En dit zijn mijn twee favorieten van de aankoop. Dit zijn dus die oogschaduws. En het zijn cream eyeshadows. En ik ga hier ook nog wel een artikel over schrijven. Of dat staat inmiddels online, dat weet ik niet. Het zijn deze twee. Ik heb de kleur 01, dat is deze kleur. En de kleur 06, dat is deze. En 01 is een beetje een champagne gouden kleur. Die ik graag op mijn beweegd ooglid aanbreng. Gewoon soep, soep, klaar. En als ik nou net iets meer wil doen, dan gebruik ik ook nog deze bronzen kleur. Een beetje ja, donkerbruin bronzig. En dan doe ik deze in mijn buitenste ooghoek en in mijn arcadeboog een beetje. Ik zal zo even swatchen. Het is altijd lastig met lange nagels. Dit is de bronzen kleur. Ze zijn heel zacht van structuur. Mijn pinknagels zijn nog het kortst, maar ik heb echt super lange bevalling. Super lange nagels sinds de zwangerschap. En daarnaast zie je de gouden kleur. De glans is heel mooi. En het is heel subtiel, maar het geeft net even dat beetje extra. In ieder geval die goud champagne-achtige kleur. En die donkere is echt wel intens. Daar kan je ook hele mooie smoky eye mee maken. Ik heb ze ook wel eens gebruikt als basis met andere kleuren erbij. Ik vind ze heel fijn en ik gebruik ze dus heel graag. Dan iets wat ik ook nieuw op deze maand is de Lush Breath of Fresh Air Toner Water. En ja, dit is een toner die je gebruikt na het reinigen van je gezicht. En hier zit bijvoorbeeld vers zeewater in, aloe vera gel. Nou, het is heel fijn spul. Ik moet zeggen, het droogt wel een beetje uit. Maar wel op een prettige manier. Dat je denkt, oké, inderdaad, ik ben net in de zee geweest. En dan is je huid een beetje trekkerig. En als je dan een crème opsmeert, dan denk je, oh ja, weet je wel zo. Ik zou in ieder geval niet zonder een crème hierna kunnen, laat ik het zo zeggen. Maar ik vind het wel heel fijn spul. Het voelt gewoon heel natuurlijk en fris aan. Ze zeggen dat je het rechtstreeks op je gezicht kan sprayen of even op een watje kunt doen. Ik doe geen van beide. Rechtstreeks op mijn gezicht vind ik echt verschrikkelijk. Want dat pompje, nou, het is echt alsof iemand in je gezicht spuugt, zeg maar. Het is echt gewoon rats. Het is helemaal niet een lekkere mist of zo. Het is gewoon een vrij felle spray met heel, ja, nou ja, gewoon echt niet fijn. En dan watje, dat denk ik, ja, dat is dan zonde. Dus ik spray het nu gewoon een beetje op mijn hand en dan doe ik het zo en dan klaar. Maar goed, dus dat vind ik het enige nadeel, dat het gewoon een flats water is in plaats van een, nou ja, zoals het hier, dat is Niels, zoals ze hier zeggen, even kijken, deze spray waait over je gezicht als een frisse wind. Nou, het is gewoon alsof iemand een plens water in je gezicht gooit, maar dan op één punt, zeg maar, dus het verspreidt ook helemaal niet lekker. Dus nou, dat vind ik niet, maar verder vind ik hem heel fijn. Dan heb ik al heel lang, misschien heb je ook in een film gezien, heb ik hier een beetje een plekje. Heel onduidelijk, volgens mij is het sinds mijn zwangerschap. Geen idee wat het is, maar hartstikke leuk. Maar goed, dat vind ik niet zo mooi. Maar de schoonheidsspecialist heeft er ook al naar gekeken en die weet ook niet echt wat het is. Dus ik ben nu sinds een tijdje dit aan het gebruiken. Dit had ik nog staan. Dit is de Biodermal PCRE crème. Ondersteunt het natuurlijk herstellend vermogen van de huid. Dus ik denk, nou ja, we kunnen het altijd proberen. En dat smeer ik nu elke ochtend en avond smeer ik het op dat plekje. En hij is echt minder geworden. Maar dan moet ik eerlijk zijn, het kan natuurlijk ook gewoon te maken hebben met dat ik nu niet meer zwanger ben. En dat daardoor hersteld wordt. Ik heb geen idee, maar in ieder geval doet het iets. Of het doet niets en het plekje verdwijnt vanzelf. Ik weet het niet. Maar ik vind het wel
fijn. Als het werkt, dan werkt het goed, zeg maar. Dan Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid. En dat is salicylzuur. En ik kreeg dit in een... wat was het? Nou ja, de duty box denk ik dat het nog was. Maar het kan... misschien is het ook wel de Biolux box. Nou, anyway, in een box. En ik vind het eigenlijk heel fijn spul. Het is dus een exfoliant. En er staat what it does. Creates radiant even toned skin. Reduces redness and builds... Collagen en unclogs en diminish enlarged pores. Nou, daar heb ik allemaal niet heel veel last van. Maar het is wel... ik breng het aan 's avonds. Na mijn toner doe ik dit op en daarna gewoon crème. En ik weet het. Het doet wel iets qua stralendheid van mijn huid. Ik vind het fijn spul. Ik ben sowieso wel gek op salicylzuur voor mijn huid. Dan reageert er altijd wel goed op. Het is dus wel, je kan het elke dag gebruiken, maar even kijken, er staat van, hè, als je het overdag wil gebruiken, moet je wel eventjes tenminste factor 25 of hoger aanbrengen. Ik was je aan het zeggen, toen werd ik gebeld, nu ben ik het weer kwijt. Oh ja, over de SPF. Want het is wel, het haalt zo'n laagje, zeg maar, huid weg. Nou, heb ik niet het gevoel dat het heel erg heftig is, maar je moet dus wel, als je het overdag gebruikt, zonnebrand erbij gebruiken, want anders dan is je huid heel erg kwetsbaar voor zonlicht. Maar goed, daarom gebruik ik het niet overdag. Ik gebruik het alleen maar 's avonds, of nou ja, zoveel ben ik niet buiten nu, maar ik gebruik het alleen maar 's avonds voor het slapen gaan en ik vind het eigenlijk wel heel fijn. Dus deze. En als laatste een gouden ouwe. Vandaag heb ik hem ook weer gebruikt. Het Naked 1 palet van Urban Decay. En dit is, nou, zoals je ziet heb ik hem al heel lang. Hij ziet er ook heel erg doorleefd uit. Maar ik merk dat ik hem de laatste tijd weer heel vaak pak. Dus ik dacht, het is wel leuk om dat ook eventjes te noemen. Want ik heb verder weinig, producten. Dus ik denk, nou, dan kan ik dat mooi nu weer eens een keer benoemen. En de kleuren die ik de laatste tijd heel vaak pak zijn... ik begin dan met Virgin in mijn binnenste ooghoek en op mijn wenkbrauwbot. En dan breng ik Sidecar aan mijn bewegend ooglid. En Naked in mijn arcadeboog. En soms, in een gekke bui, doe ik Toasted nog een beetje in de buitenste gedeelte van mijn bewegend ooglid. En dat heb ik vandaag ook op, zonder de Toasted dan. En het is gewoon een hele makkelijke, snelle look. Ik begin er eentje te spartelen. Dus die heb ik nu ook op. En dat is het. Dat zijn eigenlijk al mijn favoriete producten van de afgelopen maand. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw favorieten. Het is ook leuk voor mij een beetje inspiratie op te doen. Binnenkort zullen er ongetwijfeld weer een stuk meer favorieten komen. Maar ja, ik ben gewoon nog een beetje aan het moederen, zeg maar. En weinig met make-up zo bezig. Ik maak me wel elke dag op. Dat vind ik dan wel weer, dat doe ik dan wel. Maar ik heb nog niet zoveel nieuwe producten gekocht. Daarbij probeer ik natuurlijk ook me een beetje binnen de perken te houden. Want er zijn natuurlijk nu financieel gezien ook andere prioriteiten. Dus ik wil niet kilo's make-up. Want ik vind het dan belangrijker dat ik een leuk pakje voor Niels heb. Wat hij past. En weet je wel, want hij groeit natuurlijk als kool. Dat ik gewoon elke dag een leuk outfitje aan kan doen. Dat vind ik dan nu even leuker dan nieuwe make-up. Maar ik ben wel heel blij met de Kiko. Want ik heb nog meer producten ervan gekocht. En ik doe ook weer nagellak sinds kort. Want ik had een tijdje geen nagellak. Omdat Niels vaak op mijn pink sabbelde. Maar dat doet hij nu niet meer. Dus mijn nagels gaan ook weer gebruiken. Daar heb ik ook weer graag nagellak op. En ik heb ook leuke nagellak van Kiko. Dus die komt ook in het artikel voorbij. Maar goed, die kan ik nog niet echt zeggen het favoriet is. Want daar moet ik nog even iets langer voor proberen. Van hoe lang blijft hij zitten en dat soort dingen. Dus dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik ben dus heel benieuwd naar jouw favorieten. Laat vooral hieronder weten in de comments. En super bedankt voor het kijken. Ik zou het heel leuk vinden als je wilt abonneren op mijn kanaal. Blondie Beauty Fashion. Dat kan door aan het einde op abonneer te klikken. Of hieronder in de beschrijving. Als je op je mobieltje kijkt. Of op je tablet. En nogmaals super bedankt voor het kijken. Voor de 15e keer. En ik zie jullie snel. Doeg! En de armen en gewoon mijn rug. Daar heb ik best wel last van.